Meneer Huizenveld, wat is hier ontdekt? Nou, we hebben hier de keldervloer van een pand aangetroffen dat hier voor 1945 stond en in 1945 beschadigd is geraakt tijdens de bevrijding van de stad Groningen. De keldervloer is voorzien van tegels begin 20e eeuw. Hele prachtige, mooi versierde tegelachtige patronen erop. Waarschijnlijk was het gebouw werd bewoond door de familie Oving, de Jongeliers familie. Het pand is eigenlijk na de oorlog is een tijdje blijven staan, maar het was toch zo beschadigd en het past niet meer in het straatbeeld vanwege de aanpassingen aan de Grote Markt Oostzijde, dat het uiteindelijk in de jaren 50 alsnog gesloopt is. En wij komen nu de laatste resten tegen. En wat gaat er met de vloer gebeuren? De vloer gaat eruit. De nieuwbouw van de Oostwand die gaat weer richting de oude rooilijn. Dus alles wat hier nog onder de grond zit, dat zal verdwijnen. Er zal een nieuw gebouw komen en met een nieuwe diepe kelder die alles wat hier nog ligt zal opruimen. Dus wij zijn dat voor, wij documenteren het netjes. Brengen alles in kaart, fotograferen. Zorg dat het op die manier bewaard blijft en dan verdwijnt het fysiek. Dank u wel.